Op camping Hoek van Holland is in de nacht van vrijdag op zaterdag de kantine in vlammen opgegaan. De brandweer was na het uitbreken van de brand snel ter plaatse, maar kon het gebouw niet meer redden. Vakantiewoningen in de buurt van de kantine bleven gespaard. De uitbater van de camping reageerde verbijsterd op het nieuws. Nou, ik zou je vertellen, ik ben aan het einde van de avond naar buiten gegaan met twee klanten. En naar huis gegaan. En ik word nog niet na een kwartiertje later word ik gebeld van het gebouw van in de brand. Dus ik ben als een gek hier weer heen gereden. De brandweer was er zelf nog niet eens. En ja, het plan is geschiet.